De Tiny Church op het Floriadeterrein staat te koop. Voor iets meer dan 2 ton zou het gebouwtje van jou kunnen zijn. Ja, het kleine huisje is zo'n 50 vierkante meter groot, heeft zonnepanelen en kan met de zon meedraaien en doet nu dienst als kerk. Goedemiddag Pieter Terveen van de Tiny Church. Goedemiddag. Ja, staat er eigenlijk daadwerkelijk een verkoopbord in de tuin? Nee, er staat geen verkoopbord in de tuin, maar er staat wel een standaard met flyers van Flevo Makelaars. Want die heeft de Tiny Church in de verkoop. Ja, wat vertel eens, want hij staat dus nu, doet hij dienst als kleine kerk. Of, om ja. te laten zien hè, op de expo van de Floriade. Maar waarom gaan jullie het gebouw verkopen na de Floriade? Nou ja, omdat tot onze spijt kan na afloop van de Floriade die Tiny Church niet daar blijven staan. Dus moet die verplaatst worden. En dan zitten we nog met een ander probleem. Onze inzending, dat heeft natuurlijk een heleboel geld gekost. En daar hebben we ook geld voor moeten lenen. Bij diaconieën van de Protestantse Kerk. En die lening moet terugbetaald worden. En vandaar dat we maar besloten hebben om om de Tiny Church te gaan verkopen. Ah, het zou natuurlijk prachtig zijn als hij toch nog op die plek zou mogen blijven staan. Maar ja. Ja, want de leden dachten niet, we trekken allemaal gezamenlijk de portemonnee en dan kopen we maar met z'n allen of zo. Nee, nee. De kerk zit op het ogenblik over het algemeen wel met financiële problemen. En dan is er voor zo'n extra uitgave is er dus helemaal geen geld. Nee, ja. dat is dus echt enorm zonde. Laten we het even over dat gebouwtje hebben. Want het is natuurlijk een tweede gebouw. Hè? Jullie hebben in Almere Poort ook al zo'n Tiny Church staan. Zelfde ontwerp. Het draait met de zon mee. Vertel eens wat over dat ontwerp. Het draait met de zon mee. Dat is voor een kerkje een mooie symboliek. Maar het is ook heel praktisch, want doordat het met de zon meedraait, levert het nogal wat extra zonne-energie op. En het heeft ook het voordeel, er zit dus aan de zonkant een grote glazen pui. En als die ook 's winters richting de zon staat, dan heb je veel minder verwarming nodig, omdat het al snel wat opwarmt door de zon. Kijk, en als het zomers te warm wordt, dan druk je even op de knop en dan draai je de Tiny Church met zijn rug naar de zon toe. En dan sta je lekker in de schaduw. Ja, het is niet te geloven. Maar hij past natuurlijk niet zo 1, 2, 3 in iemands achtertuin misschien. Om als Tiny Church nog te dienen. Zou je er eventueel nog meer mee kunnen? Nou, ik denk dat het is oorspronkelijk ook ontworpen als een tiny house. Dus, en omdat het uiteindelijk als Tiny Church wat groter is gemaakt, heb je er ook een behoorlijk appartement aan. Al met al denk ik iets van 50 vierkante meter netto vloeroppervlak. En dat is een behoorlijk appartement. Ja, maar je moet hem natuurlijk wel meteen weghalen op 10 oktober waarschijnlijk. Hè, want dan is die Floriade afgelopen. Ja. Even over voor potentiële kopers. Hè. Moeten die nou eerst een kaartje kopen voor de Floriade om een kijkje te mogen nemen? Nee hoor, als ze een kijkje willen nemen, dan moeten ze even contact opnemen met de makelaar. En die maakt dan een afspraak en dan zorgen wij dat je zonder een speciaal kaartje naar binnen kunt komen. Ja, nou staat er €200.000 kost koper, maar is dat ook het bedrag wat jullie er denken voor te kunnen krijgen? Of ja, er is toch woningnood en zo? Zou het misschien wat hoger kunnen worden? Nou ja, ik hoop dat het wat hoger wordt, want die 200.000 bieden vanaf. Dat is inclusief de kosten van het demonteren en het verplaatsen. En dat gaat natuurlijk ook nogal wat kosten. En als je rekent hoe hard de prijzen van de bouwmaterialen gestegen zijn in de afgelopen tijd, dan denk ik dat je kunt zeggen dat 200.000 nauwelijks genoeg is om de materiaalkosten van het gebouwtje wat er staat te betalen. Ja, dus laten we hopen dat het dan iets meer wordt. Maar het mooiste zou zijn als eigenlijk iemand zegt, nou, ik wil het wel kopen, maar dan moet het een kerk blijven. Want daarvoor was het natuurlijk bedoeld, hè? Ja, daar was het voor bedoeld. En dat zou prachtig zijn.
Ja. Nou, meer informatie is bijvoorbeeld te vinden op Funda. Want dan kun je gewoon Archerpad 8 invullen en in Almere. En dan vind je wat meer informatie over de Tiny Church. Pieter Terveen van de Tiny Church Almere. Heel erg bedankt voor de toelichting. Ja, dank jullie wel.